Reviewvrienden, hoe is het met jullie? Hier is het super, zoals in Frankrijk zeggen. Want het is vrijdag. En ik hou van het weekend. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Mensen zijn een stuk blijer. De cafés zijn een stuk voller. Ja, ik heb dan altijd het gevoel dat het leuk wordt. Hè? Dan moet het ook een beetje leuk zijn. Het is een beetje natuurlijk dat je zegt, het is nu vrijdag. En nu is het godverdomme gezellig ook. Maar dat maakt mij niet uit. Want ik hou ervan. Ja? Mooi! Wat zit er in het doosje? Wat heeft Ahmed opgestuurd? Laten we gaan kijken. En overigens moet ik de kijkers allemaal de groeten doen van Ahmed. Hij is blij met jullie. En ik denk jullie ook met hem. En als je trouwens de reviews van mij wil steunen met een donatie, kan dat op janroos.backme.org. Janroos.backme.org, ja? Want die troep moet ook allemaal aangeschaft worden. Door Ahmed natuurlijk, maar dan maak ik dat naar hem over. Ja? Dat zijn die mooie flesjes. Ik weet niet wat het is, maar ik zie ze staan in de supermarkt. Mooie flesjes. Ja, ik ga toch altijd voor mooi. Bundaberg. Ginger beer. Nou, als je oomie al nergens gek op is, is het beer. De drank, hè? Niet het beest. Ik heb niks met gewone beren. Maar met beer. Engels voor bier. Bundaberg. Je kan er heel veel over Bundaberg zeggen, maar het ziet er prachtig uit. Dit zijn gewoon mooie, gestileerde flesjes. Leuk dopje, mooi etiketje. Dan ben ik eigenlijk al om. Ja, ja. Weet je, ze zeggen altijd, ja, maar hetzelfde met een vrouw. Van ja, kijk niet alleen maar naar de uiterlijk, het gaat ook om de innerlijk. Maar ik zeg altijd, als het uiterlijk er goed uitziet, dan kan ik het innerlijk misschien wat makkelijker accepteren dan andersom. Begrijp je wat ik bedoel? Hè? Dat is niet aardig. Hier hebben we dus ginger beer van de Bundaberg. Hier hebben we pink grapefruit. En hier hebben we lemon lime en bitters. Australian family owned. Craft brewed over 7 days. Komt helemaal uit Australië, die troepje. Dat is ver. Ja, ik was een beetje blij met ginger beer. Er zit geen druppel alcohol in. Heeft niks met bier te maken. Het is gewoon gember-siroop. Pink grapefruit. Vind ik lekker. Ik eet ook grapefruit. Lekker zuur. Nog gezond ergens. Ja, nee. Lemon is ook altijd goed. Ik voel goede zaadjes aankomen. 3 glaasjes, 3 flesjes en 1 mooie man. Wat kan hier misgaan? Niet veel. Nou, ik krijg dus het flesje niet open. Ik doe nog zeer in mijn vinger ook. Too out en. Oh. Ja, oké. Okay. Godverju. Dit is gewoon, inderdaad. Denk ik gewoon spa citroen. Of hoe heet je dat? Niet spa, maar citroen. Bronwater. Dit is grapefruit bronwater. En ik zit er. Godverdomme. En dit is de ginger beer. De reden dat ik net zo enthousiast deed over ginger beer was natuurlijk niet alleen maar omdat het bier zou zijn. Ik heb heel veel ginger beer gedronken ten tijde van corona. Want ik had dus geen smaak en geen geur. Heb ik nog steeds niet trouwens. Dat is wel heel grappig, hè. Ik kan op een mannentoilet in de horeca komen en denk wat ruikt het die fris? Terwijl het gewoon zo zure pislucht daar hangt dat je dat eigenlijk het vel van je lijf af wil scheuren. Maar ik ruik het niet. Ik ruik niks. Ja, nog steeds niet. Goed. Ik proefde dus ook niks. En dat gaat al een stuk beter. Maar wat ik dus wel proefde was gingerbeer. Omdat het zo godvergeten scherp is met die gember. Ik had op een gegeven moment gewoon pure gemberdrap in de koelkast. Dan deed ik een beetje bronwater bij. Heb je ook gemberbeer? Want het hele verhaal over dat beer, dat kunnen we wel opgeven. Aanbij, dus deze die doe ik ietsje later. Want dat is een verschrikkelijk overheersende smaak. Dus ik begin met het citroenwater uit Australië. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg van het klimaat en dat soort dingen. Tenminste, ik hoop dat het allemaal goed komt door daarvan. Maar om nou citroenlimonade uit Australië, van de andere kant van de wereld, te gaan nemen. Dan moet het toch wel heel lekker zijn, wil het die verschrikkelijke lange scheepslading waard zijn geweest. Doen ze 2 maanden over met het bootje heen komen. Ja,
Ja. Dit flesje had niet dat hele eind hoeven komen. Het is inderdaad, smaakt wat pittiger dan de gewone citroenlimonade. Ze hebben een kleine twist aangegeven. Maar, ja, het blijft gewoon citroenlimonade. Er zit inderdaad een bitter in. Het is een beetje bitterder. Het is niet heel zoet en dat maakt het wel weer leuk. Maar ja, de Pink Lemon, nee, de Pink Grapefruit Sparkling Drink. Dat klinkt leuk. Ja, dat is gewoon grapefruit. En grapefruit is heel erg zuur en een beetje zoet. Ik hoop dat het drankje ook zo is, want ik heb wat meer zuur. Nou, trouwens niet met zure wijven, maar ik bedoel met de smaak zuur. Nou, deze is gewoon lekker. Dit is inderdaad grapefruit. Dat is gewoon heerlijk. Oh, dan ben ik echt serieus. Ik vind deze echt heel lekker. Ik denk als je een beetje wodka in mietert, dat je helemaal niet weet wat er gebeurt. Smaakt zuur, zoet, echt een grapefruit. Dus je hebt het gevoel dat er ook grapefruit in zit en niet alleen maar een spuitje grapefruit. En sparkling water is lekker fris. Deze is de reis dan wel weer waard. Nou, dan gaan we naar gingerbeer, gemberwater, gember, bubbeltjes water. Ja, lekker. Het is gewoon lekker. Dat weet ik nou al. Moot, doe net of ik niet ken. Nou, dat valt me dan weer tegen. Hier zit helemaal geen overheersende gembersmaak aan. Het is ook niet pittig, want hè, gember kan pittig zijn als je een beetje wat ervan hebt genomen. Dit is echt gewoon een soft drink. Ginger beer. Nou, ik heb ginger beer van bijvoorbeeld van Fever Tree. Dat is ook een goed tonicmerk. Dat als je dat drinkt, dan denk je, godverdomme, oh, woe, gember, woe. En hiermee denk je, ja, flauw. Het is wel een beetje flauw. Tijd voor de cijfertjes. En het staat er gewoon ook leuk in de koelkast of in de gewone kast. Maar dan is het flauw en dan zou ik het niet nemen. Maar de flesjes zijn hartstikke mooi. Het drinken is ook wel prima. Er staat er eentje met kop en schouders bovenuit. Natuurlijk, weet je al wie het is. Maar goed, daar gaan we dan. De lemon... vind ik het minste. Maar het is niet alleen maar lemon lime. Het is niet alleen maar zuur of heel erg zoet. Het is ook een beetje bitter. En dat maakt het dan wel weer leuk. En dat maakt het dan wel weer anders dan andere citroenlimonade. Ik krijg gewoon een zesje. Prima, niks aan de hand. De ginger beer had ik al opgeschreven met een negentje. Die zou winnen en dat doet hij dus niet. Hij valt bijzonder tegen. De ginger beer is niet pittig genoeg. Het is niet genoeg ginger. Ginger, gember, moet prikken, moet pijn doen. Moet je denken, jezus, heftig. En dit is niet heftig, dit is gewoon heel flauw. Dus deze krijgt ook een 6. Zonde. Jullie weten het al, de winnaar. Pink grapefruit. Heerlijk, alles klopt. Dit is een fantastische frisdrank. Dit is echt heel erg lekker. En ik ben hier heel erg blij mee. Bevat geen kunstmatige kleuren en smaakstoffen, moet je nagaan. Ha! En dan toch zo'n roze is zo lekker gekregen. Goed werk hoor. Nee, de Bundaberg Pink Grapefruit krijgt van mij een 8. Koop hem. Koop hem in de supermarkt. Je kan hem geloof ik in elke supermarkt in Nederland krijgen. Koop hem. Een paar blokjes ijs, een scheutje vodka. Kind kan de was doen. Prettige weekend, hè.